Hey, voor vandaag heb ik een aantal zogenaamde echte vechtschule technieken. Heel veel van de technieken die in het boek staan kun je gebruiken als je jezelf moet verdedigen tegen iemand die jou wil verwonden. Of je kunt sommige dingen ook gebruiken zoals ze dat vroeger deden op de vechtschule. En op de vechtschule is het soms gewoon heel erg suf als je daar gaat proberen te winnen met stomme snipes, zoals die leemstukken die we hebben gezien. Super handig in een echt gevecht. Maar als het publiek komt te kijken, dan verwachten die wat spectaculairders. Daar moet je niet mee aankomen. Of als je gewoon een beetje cool wil doen en een beetje reputatie wil opbouwen, is het ook leuker als je wat interessantere technieken kunt. Dus ik heb een aantal technieken uitgezocht die eigenlijk als doel hebben om iemand een lesje te leren of iemand voor schut te zetten of dat soort dingen. Of die amusant zijn in de context van een 15e eeuwse vechtschule. De eerste oefening die we daarbij gaan doen, trouwens alle technieken die baseer ik op de lessen die we eerder hebben gedaan, dus die kunnen we ook al. De eerste, die komt vrij snel in het boek ter sprake, dat is als iemand op de vechtschule komt en die is nieuw en die denkt van, nou, ik ga deze mensen eens wel laten zien wat ik kan, en die komt met harde klappen, begint hij te vechten en die denkt dat hij heel cool is. We kennen misschien het type wel. Daar heeft Lekkerger deze techniek voor verzonnen. We hebben iemand die denkt dat ze heel cool is. Die komt hier voor het eerst en die denkt, oh, die gaat mij dus even een lesje leren. En die komt met een hele harde overhoud. Ik ga een schrank goed staan. Ik ken hem wel eens goed als nog. En welke slag kan ik van hieruit doen? Die, ja, de wekker. Kroenhouden. Dus als ik een hele harde overhoud krijg, dan ga ik die wekker doen en die ga ik super hard doen. Let op, normaal, als ik een overhoud krijg, dan zou ik van buiten de groep gaan binnen. Dus als ik een overhoud krijg, dan wil ik hier zitten, dan kan ik doorbinden daar naartoe. Dat is de originele wekker. Nu doen we hem andersom. Ze komt vanaf de binnenkant. Ze krijgt eerst een harde overhoud, ik doe die wekker. En ik sla hard op het zwart. Ik maak echt een flinke zwiep. Vervolgens stap ik uit. Deze gaat over mijn hoofd heen. En ik sla het plat op de buik. Hoe? Roughly and clownishly, so that he will feel it well. Belangrijk. Ja, wat clown wil je? Ik weet niet hoe hij dat voor zich zag, maar dat staat beschreven. Dus harde wekker tegen haar oma. Uitstap. En met plat. Moet je me voor nu even inhouden, want dat is best wel. Lekkerger beschrijft hier overigens wel dat je deze techniek zowel in shimf, dus voor de grap kan doen, maar ook in ernst. Want als ik een persoon wel wil verwonden, dan kan ik ook heel makkelijk naar de nek. Zou ik kunnen doen, beschrijft hij erbij. Wij hebben het toen uitgeprobeerd op snelheid en dat werkte niet heel erg goed, maar hij zegt het. Voor nu gaan we met plat. Is die duidelijk? Mm-hmm. Oké. Tweetal en gaan we slapen.